Hallootjes, welkom. Mijn naam is Rianne van Rietjes Budget. En vandaag doen we de weekafsluiting of de maandafsluiting. Het is maar net, of jaarafsluiting zelfs, pardon. In ieder geval, ik kan niet te veel praten. Ik zit thuis met corona. Ik voel me op zich prima momenteel. Alleen ik ben heel benauwd en kan gewoon niet te veel praten. Want ik kan dan ook echt heel gaan hoesten. Dus, ik ga zo beginnen. Ik wil wel nog even laten zien dat ik heel veel kleingeld heb gewisseld. Dus dat is, dat heb ik vorige week kunnen doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ja, zit er een klein beetje in, maar het scheelt wel even met tellen. In ieder geval, let's begin. Dus ik probeer zo min mogelijk te praten. Dat is echt niet mijn ding. Om stil te zijn. Maar oké. Dit is wat over is van de afgelopen week. Dus dat is heel netjes. Dus ik heb natuurlijk niet heel veel kunnen doen. En statiegeld. Is ook ingeleverd. Oké, let's begin. Ik ga overal kleingeld uithalen dat ik over heb. Want ik moet het gewoon gelijk goed doen. Dit is van mijn boodschappen van de week ervoor. Ik hoop dat jullie een hele leuke kerst hebben gehad. Die voor mij was rustig. Ik heb vooral geslapen, want ik had gewoon geen energie. Maar ik woon nu wel officieel bij de Corona Club. Ik weet niet of ik daar heel trots op moet zijn, maar jee. Dat is dat. Zo. De kilometervergoeding en de zero sla ik voor nu even over. Dat komt in de andere video wel. Even kijken. Laat ik eerst de statiegeld maar even doen. Dus €3,50. Ik hoop in ieder geval dat jullie wel een hele fijne kerst gehad hebben. Dat is één. Hij pakt niet zo heel erg mooi vandaag. €3,50 in ieder geval. Oké. Zoals verwacht heb ik hem niet volgekregen dit jaar. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dus in ieder geval toch gespaard. Even kijken. Ik weet niet eens wat ik doe. Ik ga alvast de kerstboompjes doen. 50 cent om even deze halve weg te werken. Dan heb ik hier 2, 4, 6, 8, 9, 10,
ik even gewoon zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ik zal er ook versieren. Het oud en nieuw blijf ik helaas ook thuis. Als ik nog zo ben, dan kan ik ook niet veel doen. Dus ja, helaas pindakaas. 1, 1, 50, 2. 2 euro. Die gaat ook gelijk hierbij in. Dan heb ik nog 1, 2, 3, 4, 5 euro nodig. Ik doe gewoon het briefje. Want dan is de 12 maanden challenge officieel vol. Jee. Dus die heb ik in ieder geval gered. Daar ben ik heel blij mee. Ik krijg hem even niet goed dicht. Maar dat maakt niet uit. Deze gaat dan even hierin. Dus de 12 maanden challenge is officieel vol. Jee. En dan ga ik ook even de kleingeld challenge doen. Even kijken. 50, 70, 90. 1, 1, 20, 1, 40, 1, 60, 1, 80, 1, 90. Precies 2 euro. Nog aan kleingeld. Ik zou vast nog ergens een 2 eurotje staan. Ik doe gewoon 50 cent en 1,50. Dat is ook 2. Als ik het goed heb. Ik kan deze bij de wisselgeld in. Hoppakee. En deze hierbij. Zo. En dan heb ik dat briefje van 20 nog. En dan gaan we dus ook even mooi afstrepen. Tja, dat is toch 20 euro weer die erin gaat. Jee. Dus deze gaat gezellig hierbij in. Dat is deze. En deze. Oké. Dan is dit voor nu even klaar. En dan ga ik heel even stoppen om aan te komen. En dan kom ik zo weer terug om even met jullie te tellen wat we gespaard hebben. Tot zo. Zo, hallootjes. Daar ben ik weer. Ik ben een soort van op adem gekomen. Dus ja, dat je. Dus ik ga nu met jullie kijken wat ik gespaard heb. Over deze mapjes. Ik ga beginnen met de 12 maanden challenge. Dus 12 keer 20 euro is dit. Want ik heb er vol gekregen. Yes. Dus het moet 240 euro zijn. Die heb ik hierin zitten. Zoals ik al zei. Heb ik een laatste tijd aardig wat kunnen wisselen. En dit ga ik alsnog proberen te wisselen. Maar in ieder geval, dit moet 240 euro zijn. Ik zal het even opschrijven. 12 maanden. Hij is vol. 50, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 2. 205 is dit alvast. Pak even voor de zekerheid de rekenmachine erbij, want ik ben niet helder. Dus 254. Dan heb ik 2, 4, 6, 8, 10. Oeps, 12, 14, 16, 18. 20,
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 239. En dan heb ik hier nog 1. Deze is 240 dat ik hier heb. Dus deze klopt als een bus. €240. Dus dat is mooi. Die gaan we ook opschrijven natuurlijk. Dat is dat. En dan gaan we zo naar de volgende. Sorry, ik moest weer even op adem komen. Het staat echt nergens op, hè. Maar in ieder geval, ik heb hier €240. En dan kan deze sowieso weer op nul gezet worden. Oké, dus dat is het eerste gedeelte. En dan gaan we over naar het volgende. En dat is, even spieken, de statiegeld. Gaan we er ook gelijk even uithalen. Dat is deze. En deze. Dan heb ik 15, 20, 25, 35, 40. 42, 43, 44, precies €45 aan statiegeld. Even spieken. Ik maak het mezelf niet heel erg makkelijk vandaag, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat ik het gewoon lekker hierin ga doen. Tja, waarom ook niet, hè? Oké, dus de statiegeld gaat ook gezellig hier bij een padpakee. Dan heb ik deze ook even aan de kant. Dus het gaat de goede kant op. Mijn statiegeld is geteld. En dan gaan we even naar de wisselgeld. Dan gaan we er ook even allemaal uithalen. Al deze trekkers ga ik ook wissen. Want die gaan we allemaal opnieuw beginnen. Dus ja, waarom nog niet, hè? Oké. Dan begin ik even met de vijfjes. 15 euro. Plus. Oh, klein geld, hè? Dus 2, 4. Ja, ik ben even moeilijk aan het doen, hè. Dus 10, 20, 30, 40, 60, 80, 1, 20, 40, 60, 80, 2, 20, 40. En 1,50 is 22,90 in totaal aan wisselgeld nog. Oh, ik vergeet bijna de komma ertussen te zetten. En we gaan weer naar de volgende, want we gaan alles opnieuw beginnen. Dus ik ga gewoon buiten de camera alles eventjes netjes wissen. Want ja, waarom ook niet? We gaan met de 5 euro'tjes. Sorry als het weer eens een beetje rommelig is, maar ja, zo ben ik, hè. 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35 euro in vijfjes. Dus dat is heel mooi.
En dan gaan we naar de tientjes toe. Dan gaan we eens even zien hoeveel we daarin hebben. Eén of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 euro in tientjes. Dus dat is ook heel erg mooi. Hop, hop. En dan de laatste, de 20's. Dan heb ik 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 euro in 20's. Dat vind ik wel heel erg mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat klopt als een baas. Jee. Daar ben ik heel blij mee. Dan ga ik eens even samen optellen wat het moet zijn. Even kijken. Ik praat weer te veel, dan ga ik hoesten. Dan ga ik kriebelen. Afgelopen week was het helemaal erg. Nu gaat het gelukkig nog goed. Maar zodra het niet gaat, dan ga je het ook alweer horen. 240 euro voor de 12 maanden. 45 euro voor de statiegeld. 22,90 wisselgeld. En dan 35 euro aan vijfjes, 90 euro aan tientjes en 140 euro aan twintigjes. Is een totaalbedrag van 572 euro en 90 cent. Wauw. Sorry voor mijn geblaf weer. Maar ik heb dus een totaalbedrag van 572 euro en 90 cent weten te sparen. Oh, wat leuk. Dan moet je nagaan dat ik met die 15 en 20 euro challenge echt pas een paar maanden terug mee ben begonnen. Dus het doet me dan toch extra goed dat ik zoveel heb kunnen sparen. Jee. In ieder geval... Nu ga ik even bedenken waar ik dat geld over ga verdelen. En die ga je zo aan deze video ook nog terugzien. Dus we zijn nog niet zover. Tot zo. Hi, hi. Daar ben ik weer. Ik ben net even snel naar de benzinepomp gelopen. Netjes met mijn muilkorf om even geld te wisselen. Ik had van tevoren even gebeld met de vraag of ze interesse hadden. Dus ik heb het zo veilig mogelijk gedaan. Want ze werken toch achter het glas. Dus zo veilig mogelijk heb ik dit even gewisseld. Ik ben verder niet per se ziek, moet ik zeggen. Begin van de week dacht ik echt van, ik trek het niet. Maar het is nu vooral eigenlijk alleen verkoudheid, benauwdheid. Dus ik mag van mezelf gewoon lekker naar buiten. Dus als ik... Ja, dat ja. Ik heb het gewisseld in ieder geval. En ik heb zoveel mogelijk bij de mensen uit de buurt gebleven. Oké. Dus, dat heb ik even geregeld. Alle kleingeld is gewisseld op dit beetje na. Dus dan heb ik een bedrag van 572 euro en 90 cent die ik mag gaan verdelen. Jee. Ik heb het hier ook even opgeschreven voor mezelf. Wat ik ermee ga doen. Dus, ik ga even dit mapje pakken van een lange termijn. En ik heb besloten sowieso om een potje van een wasmiddel. Ga ik gewoon opnieuw versparen, maakt helemaal niet uit. De snackbag. Ga ik ook eruit halen. Gaan we ook van begin af aan mee beginnen. Maakt helemaal niet uit. Aziatisch genot. Dan heb ik 35. 15 euro. Hou ik even voor nu. Want ik wil mezelf hoe dan ook trakteren op Chinees. Vandaag of vanavond of morgen. In ieder geval, er gaat Chinees komen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ik wil Chinees. Ik heb weer smaak. Die begint terug te komen. Daar ben ik blij mee. En in ieder geval heb ik hier 50 euro extra. En ik heb besloten
om sowieso die 50 euro in mijn voorraadpotje te doen. En dat is niet alleen deze 50 euro, maar ook nog 72,90. Ik weet, het is een heel bijzonder bedrag. 72,90. Plus 50. Dit wordt de voorraad. Ik mag van mezelf weer even lekker wat voorraad inzamelen. Dingetjes die ik graag wil hebben, wat ik lekker vind. Net zoals ik vorig jaar heb gedaan. Toen had ik ook een mega voorraad shoplog. Nu zou die iets minder groot worden. Maar ik weet wel dat ik toch weer wat lekkere dingetjes in huis wil halen. Dus dat. Dus ik heb hier nog precies 500 euro over in dat geval. Jee. Zoals dit mapje in ieder geval gedaan. Dan ga ik nu naar het verjaardagsmapje. Of naar het feestmapje. Dan heb ik besloten om te beginnen met 50 euro voor mijn eigen verjaardag erin te doen. Kijk eens aan. En voor de feestdagen heb ik hier 20. En dan doe ik 30 bij. 20. 30. Dus heb ik 50 euro om alvast het feestdagenpotje mee te starten. En dan is dit gedeelte, of dit mapje, gedaan. Ja, volgende. Dat is het roze mapje. Er zitten zelfs ook nieuwe dingen in. Dagje wegfietsen. Dat is, ja, ik wil gewoon meer van de omgeving zien. Want ja, ik woon over het algemeen een hele mooie omgeving. En ik moet mezelf ook gewoon vaker de deur uitschoppen. Zoals dat betekent dat ik bij wijze van een keertje 30 kilometer naar een vage plek ga fietsen. Om even rond te kijken, een beetje natuur te genieten. Want ik hou gewoon van natuur. En dan een lekkere lunchje bij en vervolgens weer terug te fietsen. Ja, moeten we wat, hè? Dat is ook goed voor mijn gezondheid. Sorry voor het geblaf. In ieder geval, een dagje wegfietsen wil ik ook gewoon beginnen met 50 euro. Dan heeft hij alvast een lekkere kickstart. En dan wil ik gewoon, als ik bijvoorbeeld een keer een lange weekend heb of tijdens een vakantie, wil ik gewoon mezelf ertoe zetten om gewoon echt eventjes op de fiets weg te gaan. Waarom niet? En dat kan prima alleen. Ik ben een halve eindselkanger, dus dat maakt helemaal niet uit. MeTime gaat 15 krijgen. Dus, dan heb ik in MeTime 20, 40, 60, 80, 90, 95, 100. Nee, we doen er gewoon nog 20 bij. Nou, 120. Huppakee. Niet moeilijk doen. Even hier aanpassen. Anders maak ik fouten en dat weet ik niet. Dus MeTime is gedaan. Uitjes krijg 75. 20, 40, 60, 70, 75. Zo. Dan heb ik hier 25, dus heb ik precies 100 euro in uitjes zitten. Kijk eens aan. Kleding, daar gaat 120 euro in. Waarom zoveel? Ik ga vanaf volgende week weer volop sporten. En daar heb ik echt zin in. Ik heb namelijk echt weer die motivatie kunnen terugvinden. Want die was echt kwijt. Mijn sportmotivatie was echt gekrenkt ook, gekwijt. Mijn zelfvertrouwen is zo enorm de grond ingetrapt de laatste paar jaar. En ik wil hem nu gewoon echt weer terugkrijgen. Dus ik hoop dat het nu weer gaat lukken. Ik ga naar een, niet meer naar een personal trainer, want dat vind ik echt te veel geld kosten. Dat heeft de vorige keer echt wel geholpen. Maar nu ga ik iets wat er tussenin zit. Dus tussen de gewone sportschool tussen personal trainer in zit. Dus ik ben benieuwd. Wordt vervolgd in ieder geval.
En ik krijg 120 euro. Omdat ik toch aardig wat sportkleding wil gaan halen. Want die heb ik eigenlijk niet meer. Dus 20 zat erin. Dan gaat er dus 120 bij. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 euro. Bij sportkleding. Dus dan heb ik nu 140 euro erin zitten. Schoenen krijgt 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 euro. Pardon, gaat bij schoenen in. Waardoor ik dus nu ook precies 100 euro in schoenen heb zitten. Dus dat is ook mooi. Kijk eens aan. En dan hebben dingetjes, is de laatste. Dan moet dit als het goed is 50 euro zijn. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 euro zit bij deze in hebben dingetjes. Yes! Oké. Dan is dit klaar. Woehoe! Ik ben blij met wat ik gespaard heb. Ik ben blij dat het verdeeld is. Dus ja, dit is de video voor vandaag. Gaat sowieso nog meer komen. Ik ga nog het laatste loon wat ik over heb van deze maand verdelen over de spaarmapjes. En als het mee zit, komt er ook nog een condensing. Dus ga ik zoveel mogelijk geld wisselen. Dus of het allemaal vandaag gaat, dat weet ik niet. Want ik ben nog steeds heel erg benauwd natuurlijk. En ook al wil ik stil zijn, ik hou gewoon van praten. Dus ja, dit is het voor nu. En ik zou zeggen, fijne dag, fijne jaarwisseling in ieder geval. En in ieder geval, tot hopelijk heel erg snel. Doei doei.